Mijn naam is Misha Mastoff. Ik ben de nieuwe eigenaar, of een van de nieuwe eigenaars van het pand aan de Ootmarsumstraat nummer 16. Veel mensen kennen het pand als de oude slagerij van meneer Mink, waar vroeger het paardenvlees in Almelo werd verkocht. En sinds een jaar of twee zijn wij de nieuwe eigenaar. En wij knappen het pand op en beginnen sinds vandaag daar een bloemenzaak in, de Bloemendroom. Nou, wat bijzonder is aan dit pand, zijn met name de tegeltableaus. Dus het is een pand uit omstreeks 1890. En rond 1920 is er een winkel van gemaakt. Het was oorspronkelijk een woonhuis. Rond 1920 is er een winkel van gemaakt. En rond die tijd zijn er allemaal tegels in het voorste gedeelte van de winkel aangebracht. Nou, die zijn allemaal authentiek. Die laten we ook allemaal zitten. Wat verder bijzonder is aan het pand is dat we een oude koelcel in de winkel hebben staan. Ook van rond 1920 denken wij. En voor de rest, eigenlijk willen we alles wat authentiek is in het pand zo authentiek mogelijk houden. En alles wat, eigenlijk wat we aan het verbouwen geweest zijn, is puur het wind- en waterdicht maken, zeg maar. Dus het dak is nu waterdicht. We hebben het dakleer vervangen. Het schilderwerk, al dat soort dingen. We hebben het pand gekocht, inclusief alle spullen in inventaris. Dus eigenlijk het oude hakblok staat er nog. We gebruiken de vleeshaken om vazen aan te hangen of om kaartjes aan te hangen. Dus alles, al het oude slagerspul, om het zo maar te zeggen, dat proberen we op een leuke manier een plek te geven in de bloemenwinkel.